Jij had een normaal leven daarvoor en toen plots kom je uit narcose en dan merk je dat het leven niet meer hetzelfde zal zijn. Hoe reageer je daar dan op? Ja, eerst met heel veel ongeloof. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord. Excuseer. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord wat Rijke hier hanteert. Omdat dat was bij mij dus ook mijn eerste gewaarwording. Dat ik dacht, dat kan niet. Dat mag. Dat. Excuseer. Excuseer, excuseer, dames en heren. Dus, je probeert dan terug je toekomst. Ik begrijp echt niet sorry, wat er hier nu aan het gebeuren is. Excuseer. Valère, sorry, echt. Sorry. Excuseer, dames en heren. Dat betekent ook dat je bijvoorbeeld seksualiteit ook een groot probleem bijvoorbeeld wordt. Ja, mijn vriend heeft het gewoon gedaan gemaakt. En ik neem hem daar ook niet kwalijk. Plus het feit, als je met seks omgaat, is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de lieve woordjes. Ja, ik vind dus dat die techniek kan worden gedronken. Maar nee, maar moeten we nu nog antwoorden of niet? Want het Goed. Ja, dan zwijg ik liever. Excuseer, dames en heren, excuseer. Excuseer, ook de mensen thuis, mijn excuses hiervoor. We hadden een vraag uit het publiek aan de... Ja, meneer, jij had een opmerking, een... Ik heb hetzelfde. Ik ben eigenlijk bij een vrij eenvoudige ingreep ook gekwetst geraakt aan de stemman. Maar... Ik vind dus dat dit niet kan horen, dat gebeuren is dat... Ik vind het vrij ergerlijk, meneer. Er gaat u een half uur gewoon uitgelacht te worden vlak in het gezicht van het publiek. Sorry. Even naar het